Kijk, ook al spreken mensen je persoonlijk aan, je moet leren dat het niet persoonlijk is. Dat je het niet persoonlijk gaat voelen. Hè. Kijk, je kunt altijd wel zeggen... Maar sommige dingen zijn natuurlijk wel persoonlijk. Ja, tuurlijk. Als mensen je bijvoorbeeld op je uiterlijk aanspreken, hoe je uitziet of zo. Dat kun je niet veranderen. Hè. Ik bedoel, zo ben je nu eenmaal. Maar ook dan moet je accepteren dat het zegt meer over degene die de kritiek uitoefent dan over jezelf. Ik ben meer gevoelig op mijn redenaties, of mensen vinden of ik wel of niet de onzin zit te praten, of ik wel of niet logisch iets vertel, omdat ik dat zelf ook heel erg belangrijk vind. Ik hou echt van het gesproken woord en hoe je met elkaar omgaat, hoe je met elkaar communiceert. Dus als daar iets niet deugt, of ze denken dat het niet deugt, dan ben ik gevoeliger voor dan dat ze beginnen te klagen over mijn buik. Ja. En dan is het ook wel fijn om dat thuis te bespreken en te zeggen van, ja weet je, wij houden van jou zoals je bent. En dat is wat telt. En zo is het. Hou jij van jou zoals je bent? Ik bedoel, baal je zelf van die buik? Nou, er mogen best wel wat kilo's af. Dat vind ik ook wel. Want dat is ook wel lastig. Want daar kan je minder... Het leidt ertoe dat ik mijn favoriete sport, voetballen, ja, niet zou kunnen beoefenen zoals ik graag zou willen. Los van het feit dat ik ook wat last heb van een knie. Het zou zeker goed zijn wat eraf gaat. Ook omdat je op lange termijn moet nadenken. Nu gaat het allemaal goed. Maar er komt natuurlijk een tijd waar je qua gezondheid last van kunt krijgen. Ja, en dat is eigenlijk wel zonde als je daar nu niet aan werkt. Maar waarom is die er dan, de buik? Omdat het gewoon een heel gezellig leven is wat je kan leiden. Helaas met te weinig beweging. En dan is het ook een kwestie van zelfdiscipline. Wat vind je dus ook het belangrijkste? Ik bedoel, schijnbaar is de discipline niet groot genoeg om er iets aan te doen. Maar volgens mij ben je als burgemeester enorm gedisciplineerd, enorm gedreven. Ja. Dus diezelfde discipline zou je daar toch ook voor kunnen gebruiken? Maar waar men meer is bewezen dat ook Hubert Bruls gewoon 100% feilbaar is. Ja. Toch is het zo dat als je veel wandelt, hè? Ik wil niet zeggen dat we veel moeten gaan wandelen, maar als je wandelt, dan doe je een klein beetje aan die buik. Dus misschien moeten we weer wat stappen gaan zetten. Zeker, maar goed, ik zeg ook maar altijd zo, na elke wandeling komt er ook een goed terras. Ja, dat is dan weer jammer. We gaan kijken of aan het eind van de uitzending... Nou ja, als je een spaar rood dan drinkt, dan gaat het nog wel maar zo. Unbended knee is no way to be.